De inbraak in de woning aan de Weidelaan in Twisk zou tussen twee uur s middags en acht uur s avonds zijn gebeurd. Met een koevoet is een raam opengebroken. Een gouden horloge, gouden kettingen en gouden armbanden werden onder andere buitgemaakt. De angst zit er goed in in het doorgaans rustige dorpje. Ja, natuurlijk, je bent bang. Ik ben ook, ik ben ook uh, 76, dus. Uh... Ja, ik ben veel alleen, mijn dochter is veel bij mij, maar ik ben ook vaak alleen thuis. En dan ben je toch wel angstig voor uh, wat er gaat gebeuren. Alleen al als iemand in je huis is geweest. Dat is al erg. Familie van de gedupeerde vrouw heeft op internet een emotionele oproep geplaatst met een overzicht van de gestolen sieraden. Wie de gouden tip levert, krijgt van de familie 400 euro. De oma van 78 was zelf te geschokt om voor de camera te reageren. De familie wil verder ook niets zeggen over de inbraak.